Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marisa en ik ga je laten zien wat ik deze week aan boodschappen heb gekocht. Hoeveel boodschappen ik heb gekocht, waarom ik ze heb gekocht, het weekminuutje, noem het allemaal maar op. Inclusief hoeveel het allemaal heeft gekost. Zoals jullie weten zijn wij samengesteld gezin. Dat betekent dat de hoeveelheid mensen met wie wij eten in ons huis wonen nogal eens verschilt. Voor deze week is het juist weer anders dan alle andere weken. Omdat normaal gesproken de kinderen van mijn vriend bij mijn moeder wonen. Die komen alleen maar om het weekend. Maar vanaf volgende week zijn ze een hele week. Dus de week voor de kerstvakantie zijn ze bij ons. Waarschijnlijk komen ze of zondagavond of maandagmorgen. Dat weten we nog niet precies. En dan zijn ze er een hele week. En omdat het dan gelijk na kerstvakantie is, zijn ze er nog wat langer. Dus dan betekent dat we volgende week 4 kinderen hebben. En normaal gesproken is het alleen maar 2 dagen. Nu is het dus gewoon een hele week. Weer zo slap. Dus zoals je misschien dan gaat zien zo. Dus hebben we een heleboel boodschappen nodig, omdat we ze natuurlijk ook naar school moeten brengen. Dus we hebben snacks nodig, fruit nodig, broodrammen nodig, pakjes nodig, noem maar op. Dit was ook echt wel een van de duurdere boodschappentripjes die ik heb gemaakt in een lange tijd. Ook omdat we volgende week kerstavond diners hebben bij allebei, alle 4 kinderen. Dus ze zitten op 2 verschillende scholen, dus op alle 2 scholen. En daar heb ik ook vast wat dingetjes voor in kunnen slaan. Dat is allemaal super, hoef ik het volgende week niet meer te doen. Maar goed. Desalniettemin is het heel veel. Ik hoop dat jullie deze video's leuk vinden. Als dat zo is, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Omdat ik iedere vrijdag een boodschappenshoplogje post. En omdat ik deze maand meedoen aan vlogmas. En dat is natuurlijk ook leuk om te volgen. Beetje kijkje achter de schermen. Then without further ado, de boodschapjes. Ik geloof niet dat mijn aardig tijdens een boodschappenshoplog ooit zo vol heeft gestaan. Maar we hebben echt gewoon heel veel eten en drinken. Ook gewoon voorraad en zo. Dus nou ja, per request van Brooke. Ik vroeg vanochtend wat jullie eten. En ze hadden over hamburgers. Met gebakken aardappeltjes en salade. Waarom ik in salade wil, Joost mag weten, maar ze wil salade. Die vraagt zo krijgen. Ik heb ook gewoon losse salade. Deze was in de aanbieding nu. En die kan ik voor mijn eigen salades gebruiken. Die kunnen we voor bij hoofdgerechten gebruiken, noem het maar op. Dus 2 kropjes sla. Want we eten morgen shawarma. Morgen zijn we met z'n tweeën nog. Dus dan neem ik maar de helft van deze bak. En de andere helft kan dan mijn proteïne zijn voor bij mijn salades naar mijn werk. Met salades. En dan kunt morgenavond ook salades eten. Ik zul het bedenken, ik heb geen pita broodjes op, maar misschien heb ik ze nog wel liggen. Anders heb ik nog genoeg rijst liggen. Dus dat. Zwarma. We eten ook een keertje gebakken aardappeltjes met spersiebonen en speklapjes. Want ik weet zeker dat de kinderen van Pascal die lekker vinden. En dit, nee misschien niet. Maar ik heb wel, omdat ze in de aanbieding waren, er gelijk 2 gehaald. Het was 2 voor 4 of zo. 2 voor 4 euro, zoiets. In ieder geval was het heel goedkoop. We eten een keertje fajitas, dus dat is wel met wraps en kip. En daar doen we dan deze bonenschotel bij. En deze doe ik eventjes over de kip insmeren. Ik heb een grote pak kip gekocht, want we gaan ook nog een keertje minestjes eten. Dus dan hebben we roerbakgroente bij en zoetzure saus. We eten ook nog een keertje lasagne. En we hebben nog een keertje friet. En dan is het weer donderdag, dus dat komt allemaal goed. Ik heb flesjes water mee naar mijn werk. De Lidl merk Crystal Clear-achtige drinken voor Pascal en voor mij. We hebben haagslag extra, want ik weet dat we nu met de halfwege haagslag zijn. En ik wist niet meer zeker of ik eentje op voorraad had, ja of nee. Nee, we gaan mee. We hebben komkommers, ze kunnen mee in de lunchtrommeltjes. Het kan bij de wraps, het kan bij de shawarma, het kan bij de salades. Extra blok kaas. Toen zag ik deze, die vond ik zo schattig. Dit is alcoholvrije kinderchampagne, zeg maar. Superleuk. En het is bij mijn moeder kerst. Zelf je drinken meenemen wat je graag wil drinken. En aangezien we bij het welkomstdrankje, zeg maar, daar zijn we al een tijdje met een welkomstdrankje, krijgt iedereen prosecco met koelbest iets. Dus dacht, dan kunnen de kinderen deze leuk krijgen, kunnen ze mee toasten. Vinden ze vast wel leuk. Ik heb een heleboel pakjes. Ik heb appelsap en ik heb dan de tikkie. Het is eigenlijk gewoon een soort van wiki. We hebben de frambozen, de aardbei en de blauwe. Ik weet niet wat het is. Dat is de tropical. Dan hebben we smeerbare boter. Wij eten eigenlijk zelf altijd roomboter. Maar de zoon van Pascal die houdt niet zo heel erg van roomboter. Dus ik heb deze gehad en het loopt op persoonlijk deze ook lekkerder. Dus die hebben we dan weer eventjes in huis. We hebben boterhamworst, grillworst, nog bare gehakt en nog meer boterhamworst. Knakworstjes, want die zag ik staan. Nee, dat is misschien wel leuk voor vrijdag als Brooke eerder uit school is. Extra roomboter. Knoflooksaus voorbij de shawarma. Krentenbolletjes. We hebben van die briochebroodjes. Van die gevulde croissantjes mee op school. En een heleboel brood. Extra brood. Krentenbolletjes ook. Voorraad heb ik extra frietsaus en extra ketchup gekocht.
En die dan inderdaad extra bakboter. Want ik zie zomaar dat die bijna op gaat zijn. Extra siroop. Want eten drinken de kinderen ook. Oh, en extra appelmoes. De wraps voor bij de fajitas. Zou ik eventueel nog bij de shawarma kunnen. Dan dacht ik, dit is leuk. Ik ga het bij elkaar in een potje. Dan hebben ze een paar handjes nootjes. Burg vindt dat lekker, Lobo vindt dat lekker en ik geloof de kinderen van de school op zich ook wel. In ieder geval dit wel, dus daar kunnen ze ook een beetje meenemen. Ze hadden liedjes in de aanbieding, die vind ik zelf wel lekker. En ik weet niet of de kinderen die lekker vinden, maar we gaan het wel proberen. Ik heb appels, tomaatjes, bananen, peren. Dat was voor vrouw, en ik heb nog kiwi, ik heb nog mandarijn. Dat is ook weer wat. Ik heb een heleboel koekjes. Want met alles ging ik denken van ja, als ze dat nou lekker vinden, dan heb ik hier... 6. Nou, dan hebben ze er. We zijn natuurlijk met 4 kinderen dan. Dus dan kan ik daar 1,5 dag mee vooruit, dacht ik dan. En ja, dat schiet niet op. Dus ik heb even extra ingeslagen. Ook met de kerstvakantie op het Overmeer. Dus dat ze die misschien nog wel eten. We hebben deze mee. Dan weet ik niet dat Fleur en Macy lekker vinden. Maar Logan en Brock wel. En die waren ook bijna op. Dus heb ik lekker veel aangevuld. We hebben kaasstengels. Kerstschuimpjes. Nou, die heb ik gehad. Logan die heeft dan dus kerstdiner en voor Brooke gaat mijn ex-man het maken, maar ik ga het voor Logan maken. En die krijgt bladerdeeg met gehakt. Dus het worden dan, ik zal dan een fotootje bij doen. Dit moet het worden. Dus ik ga hier stelletjes uitsteken, deze ga ik gewoon even oppakken. Dus die heb ik alvast meegenomen, want ik denk, je zal zien dat ik volgende week het of vergeet of ze er niet zijn. En dat vind ik toch zonde. Dus die kan alvast vooruit. Ik heb ook een extra pak bladerdeeg gehad, ik denk dat ik wel 2... Ik moet maandag maar 15 hapjes maken. Hier zitten er 16 in. Dus ik denk als ik dat door de helft doe. Ik kan eigenlijk allebei de helft een sterretje doen. Die ik dan zo op kan prikken. Is dat hartstikke leuk. En dan heb ik waarschijnlijk maar 1 ding nodig. Van Fleur en Macy. Waar ik kabouterbroodjes maken. Dus mijn bladerdeeg en mini knakworstjes. Mini knakworstjes altijd niet bij de Lidl. Ik dacht dan kan ik dat wel als ik dat door de helft doe. Dan hebben ze 20 knakworstjes die ze kunnen meenemen. Misschien dat ik nog extra bladerdeeg moet halen. I don't know. We hebben extra eieren. Er zitten nu ook allemaal een... stickers en hoedjes en dat je versierde eieren kan maken. Ik weet niet of we dat gaan gebruiken, maar we hadden wel eieren nodig. Een zakje chips. Ik ben hier wel echt fan van. We hebben nu de paprika en naturel. En we eten dat s'avonds gewoon dan zeg maar zo. Nou, hè, ik kan nu of 9 nog een beetje zin in wat saus. Nou, dit is maar 25 gram. Het zet geen zout aan de dijk, maar je hebt toch het gevoel dat je even wat kunt eten. En ja, dit is dus niet een andere variant. Dit is de snack variant. De random chipjes. Vaderstabletten, want de vaderstabletten zullen wel overuren moeten draaien volgende week. Extra vuilniszak, want de vuilniszakken waren op. En ook de vuilniszak zal wel wat meer zijn volgende week. En een dentalstick voor de pup van de poekel. Die heb ik weer extra. Dus dat komt helemaal goed. En dan geloof ik dat ik alles heb gehad. Mocht je op je gemak willen teruglezen wat we nou allemaal precies gaan eten en wat de snackopties zijn. Die zet ik ook onder in de beschrijving, zodat je het op je gemak kan teruglezen. Vind je deze video leuk, dan duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik doe het mee aan Vlogmas. Mocht jullie nog meer video's willen zien, zet ik hier de boodschappen shoplog playlist. Hier zo. Daaronder zet ik dan de Vlogmas playlist. En hieronder zit de abonneerknop. Want als je dat nog niet bent, doe het dan zeker. Want ik ben echt altijd malle aan het posten in december. Tot in de volgende video.